Ariana Grande met Into You. 20 over 7 werd het ondertussen. Elk jaar is er, Mieke, een Mr. Gay verkiezing. Heb je daar al eens naartoe gekeken? Via YouTube-kanaal is dat dan? Of gewoon live gaan kijken? Heb ik nog niet gedaan. Ik hoop dat we er eens kunnen naartoe gaan. Ik zou dat heel graag doen. Maar ik heb er wel een wagen van gezien op de Antwerp Pride. Jij bent naar de Antwerp Pride geweest? Ja, ik heb homovrienden en die gaan graag met de gaymodder op stap. Ja, met je nichtje. Met mijn nichtje. Met je nichtje. Ik ben al een paar keer naar de finale geweest. Dat is altijd een grootse show. Echt wel de moeite waard om te kijken. En over het algemeen kiezen ze daar een zeer sympathieke, knappe gast. En de sympathieke, knappe gast die dit jaar Mr. Gay Belgium is geworden, dat is Raf van... even kijken, Raf van Puinbroek. En ik heb hem aan de lijn. Dag, Raf. Hoi, goedenavond. Ben jij nog in vakantiestemming? Nee, sinds een week niet meer. Sinds een week? Spijtig genoeg. En hoe lang ben je dan op vakantie geweest? Ik ben de zondag... Een paar dagen. Zondag ben ik teruggekomen van 5 dagen Marbella. Oké, dat was, het was niet zomaar vakantie, het was een fotoshoot als ik me niet vergis. Ja, dat klopt. Ik heb bij Mr. Gay Belgium zijn er verschillende prijzen die je kan winnen. Ik heb ook de Mr. Gay Belgium fotogeniek prijs gewonnen. En dat was een 5 dagen fotoshoot in Marbella, waarbij de foto's gaan worden gebruikt voor de Gay Issue magazine. Dat ergens rond december gaat verschijnen en er gaan 6 pagina's van die shoots gepubliceerd worden. Oké, dat is een snoepreisje dat wel mooi meegenomen is. Wat heb je nog allemaal gedaan? Want je bent verkozen op 29 mei, dat is al een paar maanden. Wat is er allemaal ondertussen gebeurd? Ondertussen hebben we eigenlijk heel veel als eerste organisaties gehad die met ons wilden samenwerken. Maar het belangrijkste tot nu toe is eigenlijk dat ik in de zomer van 29 juli tot 5 augustus naar de Mr. Gay Europe verkiezing ben gegaan. En dat was in Noorwegen. Ja. En die Mr. Gay Europe verkiezing heb ik ook gewonnen. En dat dus dat mooi, was wel dat iets wat heel belangrijk was deze zomer. Had je het verwacht? Nee, eigenlijk totaal niet. Omdat in de Mr. Gay Europe verkiezing waren het allemaal de winnaars van de landen die meededen. Dus de concurrentie was daar veel groter dan hier in België. En het straffe van al is dat je ook niet wist hoe dat je deed die week. Dus we hadden heel veel challenges en heel veel opdrachten waar we al punten mee konden verzamelen. Maar je wist nooit waar dat je ergens waar je eindigt in die challenge. Dus dat maakt het echt heel spannend. En wat is het verschil tussen Mr. Gay Belgium en Mr. Gay Europe wat de verkiezing betreft? De verkiezing zelf, niet veel eigenlijk. Want de Mr. Gay Europe verkiezing gaat ook vooral over inhoud en over iemand dat ze zoeken voor als ambassadeur. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar wat we bij Mr. Gay Belgium doen. Het enige verschil is dat bij Mr. Gay Europe was er geen grote show op het einde. Bij Mr. Gay Belgium investeren ze heel veel in een wervelende show, zoals je daarnet zei. Maar bij Mr. Gay Europe was dat gewoon een gala-diner. Een beetje een soort van award-avond-uitreiking, waarbij verschillende prijzen werden uitgedeeld voor de winnaars van de verschillende challenges. En waar dat de top 3 gewoon in een beperkte kring werd bekendgemaakt. Oké. Wilt dat dan ook zeggen dat volgend jaar Mr. Gay Europe in België doorgaat? Nee, dat is niet zoals bij het Eurovisie Songfestival. Zou kunnen, hè? Zou kunnen, hè? Ja, het had gekunnen, maar dat wordt altijd met een speciaal systeem gekozen. Dus dat is nog een beetje afwachten waar dat volgend jaar gaat doorgaan. Dus ik kan me voorstellen dat de organisator Bram eventjes denkt, oef. Ja. Want Mr. Gay Belgium vraagt al heel veel werk en heel veel voorbereiding. En dat is ook zo'n beetje dicht bij die periode. Dus inderdaad, een beetje oef dat niet de verplichting is om het hier dan te organiseren. Oké, dan komen we eigenlijk naadloos bij de voorbereidingen voor de volgende verkiezing. Want Bram, de organisator, is al eigenlijk mee bezig. Men is al op zoek naar nieuwe kandidaten. Vertel daar eens iets over. Klopt. Vanaf de Antwerp Pride zijn de inschrijvingen voor de volgende Mr. Gay Belgium begonnen. Dus we zoeken terug een toffe, vlotte kerel waar dat eigenlijk een beetje het gezicht kan zijn van de Mr. Gay Belgium 2017.
En de bedoeling is dat we op zoek gaan naar niet alleen eigenlijk niet de mooiste homo. Ik denk dat dat ondertussen al heel duidelijk is. Maar iemand dat echt ergens voor staat. We willen iemand dat campagnes kan opzetten. Iemand dat een man van het volk is. Ja, iemand die een boodschap kan brengen. Beauty and brains dus. Beauty and brains, zegt Mieke. Ja, beauty and brains, inderdaad. En het inschrijven is eigenlijk heel gemakkelijk. Ze moeten gewoon surfen naar www.mrgaybelgium, dus MR, de afkorting van mister.be. En dan kunnen ze gewoon in de bovenste balk doorklikken naar inschrijven. Oké, dus mrgaybelgium.be. We zullen het ook nog even op onze website en de Facebookpagina zetten. Ik ken een paar kandidaten. Dat is goed. Laat ze zeker inschrijven. Ik zal gaan inschrijven. Jullie hebben altijd wel heel veel inschrijvingen, heb ik gehoord. Ze beginnen wel stilaan goed te lopen. Dat klopt. Maar of dat daar nu al de juiste tussen zit, dat is natuurlijk af te wachten. En wie niet waagt, kan ook geen mister worden. Wie niet waagt, voilà. Dat is waar. Heel veel succes nog. Ik denk dat we elkaar nog wel zullen horen in de aanloop van de grote verkiezing. En vele groeten aan Bram daar. Zal ik doen. Dankjewel. Okay. Dag. Dag. Salut. Had het nog iets over knappe mensen? Ja. Het verbaast me eigenlijk te lezen dat knappe mannen... Minder verdienen, of niet? Minder kans hebben bij sollicitatie. Ah. Zou eens haar af moeten vragen eigenlijk, hè?